Hallo allemaal, de dropshot knoop. Hoe gaat ie? Ik heb hier 50 honderdste. Als hier het loodje aankomt, dan hou je je haak zo en doe hem door het oog, zodat hij naar boven gericht is. Dan maak je een, even wachten, een halve draai, zo, doet hem hier naar boven, naar de bovenkant toe, dan heb je hem zo, even kijken hoor, zo, dit is je grootte. Gewoon een lusje maken, ja? Dan wikkel je dit haakje hier 6 keer doorheen. Dat is even wacht hoor. Eenmaal, tweemaal, driemaal, viermaal. Gewoon er doorheen wikkelen. Dat is 5 maal. En nog een keer, dat is 6 maal. Dan heb je hem zo. Even kijken. Ja, dan maak je het boeltje vochtig. En dan ga je hem aantrekken. Goed aantrekken. Zo. En dan heb je hem zo. En hier komt dan aan de onderkant komt dan je loodje. Dus dit is de dropshot knoop. Ik gebruik hiervoor gewone haken. Je kan ook speciale haken hiervoor kopen. Maar als je zo bekijkt, kan het ook met een gewone haak. Ik doe het nog een keertje. Oké. Dus je hebt de haak met deze kant, de ronde kant naar boven toe gericht. Doet hem er zo in. Ja. Je maakt een lus. Zo. Dan heb je hem zo. Want hier en hier een lus. Dan neem je deze haak hier in het midden. En dan ga je 6 keer door het oog wikkelen. 6 maal. Dit is 2. Dit is 3. 4 maal. 5 maal. En nog een keer. Dat is 6 maal. Dan heb ik 6 keer door het oog gewikkeld. Ik maak de knoop vochtig. En dan trekken we hem aan. Goed aantrekken. Zo. En dan is hij zo. En dan komt hij als het ware zo in het water te hangen. Dus heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen, opmerkingen of een idee, neem dan contact op via de website destrandvisser.nl. Veel plezier bij het maken van deze knoop en tot ziens.